Een hele goede manier om te zorgen voor rust in je foto, of eigenlijk voor minder elementen, beeldelementen in je foto, is door een kleine scherptediepte te gebruiken. Ik sta hier in een bloemenveld, wat een heel druk bloemenveld is eigenlijk. Maar als je nou zorgt dat je een klein diafragma getal gebruikt, dus f2.8 bijvoorbeeld, dus eigenlijk een heel groot diafragma opening, dan kun je bijvoorbeeld alleen één zo'n bloemetje scherp op de foto krijgen, terwijl je wel die onrustige achtergrond mooi als een waas in beeld krijgt, waardoor je echt gewoon rust in je compositie krijgt. Compositie gaat over de plaatsing van elementen in je beeld, maar het gaat ook over de hoeveelheid elementen in je beeld. Als er veel elementen in beeld zijn, dan wordt het beeld rommelig en veel te druk en dan is het voor de kijker niet duidelijk waar die moet kijken. Dus je wil de kijker helpen en gewoon eigenlijk zorgen dat het minder rommelig is in beeld. Nou, dat kun je heel makkelijk doen door gewoon een beetje in te zoomen of een paar stappen dichterbij te gaan staan. Daarmee kun je al een heleboel rommel aan de randen uit je beeld weghalen. Een andere manier om iets minder rommelig te maken is door gewoon echt letterlijk op te ruimen. Vaak kom je op een locatie, liggen er tijdschriften, een sjaal, weet ik wat, ligt allemaal op de bank of op stoelen. En als je dat opruimt, dan heb je al gelijk een stuk schoner beeld en daardoor is het voor de kijker ook al gelijk een prettiger beeld om naar te kijken. Wat in mijn ogen de belangrijkste regel is op het gebied van compositie, is de regel van derden. De regel van derden geeft je namelijk heel veel houvast over waar je elementen in je beeld gaat plaatsen. Wat je bij de regel van derden doet, is je beeld in 9 vlakken verdelen. En dat doe je door 2 verticale en 2 horizontale strepen door het beeld te trekken. Nou, dan kun je denkbeeldig doen, of je camera beschikt vaak over een functie dat die gewoon die regel van derden, die strepen, laat zien. En wat je nu doet, is het belangrijkste onderwerp in je beeld plaatsen op een snijvak van een van die lijnen. Nou, bij een portret is dat vaak een bovensnijvlak, rechts of links boven. Maar bij een landschap kun je bijvoorbeeld ook de onderste lijn gebruiken om het landschap te laten zien, de scheiding tussen land en lucht. Nou, als je die regel gebruikt, die regel van derden, die kan in bijna al je foto's. En dat zorgt gewoon voor vele betere foto's op een eenvoudige manier.